Actie, jongens. Actie. Goedemiddag, jongens. Kijk, we zijn met een bandje bezig. We gaan een bandje monteren. Even kijken. Die zit zo. Ik ben even aan het kijken, dus dan moet die bandje. Die zo. We hebben hier een KTM staan, een 99 SMR. Staat iemand buiten? Staat niemand buiten. We hebben een KTM SMR staan. We gaan een nieuw voorbandje, een nieuw achterbandje monteren. We gaan de remmerij nakijken. Achter een nieuwe remvloeistof als het goed is. En achter remblokjes. Ik ga het helemaal in orde maken. Wat ik jullie wil vertellen, jongens. Als een bandje moet gemonteerd worden of een bandje moet gerepareerd worden, kom je gewoon bij ons. Geen banden op internet kopen, want allemaal malafide bedrijven op internet. Allemaal banden kopen, over banden die over datum zijn, banden die al 10, 15 jaar oud zijn, die echt uit de schuur komen, ergens in Polen of in Letland of in Ossetië. Nee, dit zijn echte Franse banden, verse banden. Je kan ook zien hoe oud die banden zijn, wanneer die banden uit de fabriek zijn gerold, zijn allemaal verse banden. En dan kan je ook gewoon terug zien, kijk hoe zo'n band monteert gewoon. Salam. Kijk, zo'n bandje. Ondanks die band zo dik is, monteer je hem gewoon met de hand. De pièce niet mooi zo. Kijk, wat ik wil laten zien is, dit is een originele band. Een originele band die ik monteer met handen. Als jij imitatiebanden hebt, andere banden, heel vaak op internet, het zijn ook allemaal originele banden. Wat is er met die banden? Er zit een fout in, die gaan weer terug naar een fabriek, die mogen niet op straat, die worden weer op de zwarte markt, komen ze weer. Die worden weer opnieuw verkocht, dan koop je een band waar een slag in zit, of die niet goed zijn werk doet, die gewoon keihard is, of die niet goed te monteren is, of een band gewoon die 15 of 20 jaar oud is, die ergens in een magazijn heeft gelegen. Dat zijn onveilige banden. De kleur zegt genoeg al over de band, de band gewoon een verse band, dat een mooie band is. Dus we hebben dit met hand gemonteerd. Kijk, dit zegt ook genoeg wie wij zijn. Kijk, aan als we zo'n bandje monteren, netjes wordt die beschermd. Kijk, en dan rollen we de band naar de motor toe, dan ga ik jullie de motor laten zien, hè. Dat is het belangrijkste wat het op gaat. Ja. Kijk, we zien hier KTM. Met de chocolade, met de chocolade. Een beetje energie. Voilà. Kom maar, KTM. Dit is de R, hè? Die is snel, hè? Is 99. Super snelle machine. Deze KTM 99 is qua gevoel sneller dan de KTM Adventure die ik heb of die van Luis. Waarom? De bouw van de motor zegt een hele hoop. Hoe hij gebouwd is, voel je heel veel snelheden. Maar omdat die motor groot is, zo'n Adventure, grote voorvork, voel je de snelheid minder. Met die banden te maken, allemaal met elkaar te maken, dat voel je super snel. Maar ik ga jullie deze motor laten horen. Ik ga een beetje luisteren naar de motor. We hebben hem horen lopen en dan mogen jullie zelf bepalen of jullie deze uitlaat beter vinden dan de Leo Vinci. Ik zelf, als we naar het geluid kijken, Leo Vinci maakt gewoon tientallen keer beter het geluid dan de Acra. Acra heeft een naam, Acra kost twee keer duurder, hij kan ook misschien mooier zijn, maar het geluid van Leo Vinci is beter. Dat heb ik jullie wel in het vorige filmpje gezien, wat voor geluid die andere maakt en wat voor geluid deze maakt. Jullie mogen zelf oordelen. Ik vind de Leo Vinci mooier geluid maken. Dit is ook de nieuwe type motor, de iets kleiner, iets compactere motor. Ik heb een oude type motor erop zitten, dit is van 2008. 2008 heb ik toch?
2007. 2007 heb ik? Ja. Ik heb 2007 en de nieuwe motorblokken zijn iets compacter, hebben ook iets meer pk. Deze motoren hebben 88 kW. 85. 85? En die andere heb 72, hè? Ja. Ja, die andere 72. Dus deze heeft gewoon veel meer pk's. Het is gewoon... Hè? 16 pk. Ja, zoiets van 16 pk. Ja. En die andere heeft 98 pk. Het is gewoon bijna 20 pk een verschil erin zit. Dus wat wij gaan doen, we gaan de motor afbouwen. Nieuw bandje. Dan gaan we ook een nieuw voorbandje monteren. Dan gaan we alle remmerij nakijken. Bij de KTM is de remmerij zeer belangrijk. Waarom? Die dingen gaan hard. Het moet goed remmen. Dus wat wij gaan doen, we gaan jullie verlaten. Dan gaan we die motor afbouwen. Misschien, als ik straks tijd heb, ga ik een rondje maken met de camera op mijn helm. Maar misschien is het niet zeker. Als ik tijd heb, ga ik even een rondje maken met jullie op de motor. Dus ik ga jullie verlaten, jongens.